In het voormalige pand van V&D in het Nijmeegse centrum komen 3 verdiepingen met horeca. Topshelf bouwt eraan een nieuw warenhuis. Jumbo, die de oude horecaformule Laplace heeft overgenomen, maakt op de begane grond een foodmarkt. Op de eerste verdieping een restaurant en op het dak is een groot terras gepland. De rechtbank in Arnhem buigt zich woensdag over de dubbele moord in Café Istanbul. Afgelopen mei werden 2 Marokkaanse broers vermoord door de 2 verdachten Björn en Jordan D. Jordan bekende de moord op de 2 Marokkaanse slachtoffers en verklaarde eerder dat hij handelde uit noodweer. De officier van justitie bestreed dit met eerdere claims die de verdachte geuit zou hebben. Een van de slachtoffers zat weggedoken achter de bar en werd in zijn rug geschoten nadat hij probeerde te vluchten. Bij het monument van de voormalige synagoge van Kleef heeft burgemeester Bruls woensdagmiddag een toespraak gehouden. De burgemeester hield die toespraak vanwege de herdenking van de Kristallnacht. Tijdens de Kristallnacht in 1938 voerden de nazi's gericht actie tegen de Joden. In een muur van het pand van Bank ABN AMRO aan de Marienburgse straat in Nijmegen heeft woensdagmorgen een brandje gewoed. Niemand raakte gewond. We staan in de Hertenstraat in Nijmegen bij een callcenter van de ABN AMRO. Er zijn buiten werkzaamheden geweest bij het plaatsen van een kruis op de weg. Daarvoor is een brandertje gebruikt. Het brandertje heeft het gebouw aangestraald en daardoor is de rookontwikkeling ontstaan in de spouw. Uit voorzorg is het pand ontruimd omdat er ook binnen rook werd waargenomen. Op dit moment zijn we eigenlijk nog een nakontrole aan het doen. Voor ons is de klus klaar. We hebben binnen metingen verricht. Mensen zijn inmiddels alweer terug in het pand. En wij gaan weer terug naar de kazerne.